Nou, Hot Item is echt een databedrijf. Onze primaire focus is het helpen van organisaties met het verbeteren van hun prestaties. Door middel van het kijken naar hun processen, hun primaire processen. Kijken naar de verschillende drivers die hun strategie beïnvloeden. En zodoende kijken we naar alles wat vastgelegd is over die processen en over die strategie. En dan zie je vaak dat de vraagstuk is van oké, we weten waar we naartoe willen. Maar we weten vaak niet hoe het nu gaat. En ook niet wat de acties zijn die we moeten nemen om uiteindelijk te komen tot het behalen van die doelstellingen. Nou, Hot Item gaat dan met die klanten zitten en kijken van oké, waar wil je naartoe? Wat zijn eigenlijk de verschillende processen die dat allemaal ondersteunen? En vanuit al die processen komt weer data die wij gaan analyseren en vervolgens gaan kijken van oké, welke acties zou je dan moeten nemen? Wat wij zien als een innovatie in retail is dat er steeds meer gedaan wordt met data. Waarbij de klant ook verwacht dat er meer gedaan wordt met zijn data. Dus de klant laat op de website, maar ook in de winkel, allerlei sporen achter van wie ze zijn, wat ze willen en wat ze verwachten van de retailer. En ze verwachten ook dat er iets mee gedaan wordt. Dus die gepersonaliseerde boodschap wordt steeds belangrijker. En dan zie je eigenlijk dat er nu een verschuiving is tussen de gepersonaliseerde boodschap die er voorheen was. En dat zat meer in de trant van klanten die dit kochten, kochten ook dat. Maar dat accepteert de klant steeds minder. Ze willen echt dat jij weet waar de klant naar op zoek is, dat ze persoonlijk aangesproken worden. En daarin is de datacomponent nog steeds en steeds belangrijker. Maar ook de juiste registratie. Want wat nou als je vanuit de omnichannel de juiste klant benadert met de verkeerde boodschap? Dan ben je je klant kwijt. Dat is iets waar wij heel veel kansen in zien. De toekomst kunnen we natuurlijk niet voorspellen. Maar wat wij wel zien is dat het steeds belangrijker wordt om goed je basis op orde te hebben. En je basis op orde is niet alleen maar het doen van marketingcampagnes, maar ook ervoor zorgen dat jouw back-end, dus jouw systemen aan de achterkant, de voorraadsystemen, de logistieke systemen en ook de gehele integratie goed in elkaar zit. Want alleen dan kan je die slag maken om als retailer te overleven en ook flexibel en wendbaar te blijven. Het is belangrijk om te weten sowieso wat er nu aan de hand is in retailing. Dus wat gebeurt er nu? Maar vervolgens moeten wij met z'n allen de slag gaan maken. Van waar moeten we naartoe? En wat voor acties moet jij nou ondernemen als retailer om boven de rest uit te springen? Nou, vanuit die inzicht in de data willen wij jullie daar graag bij helpen.